De Hoge Raad heeft net uitspraak gedaan. Hoe reageer je daarop? Nou, ik ben heel erg blij ermee. Ik bedoel, de uitspraak is in lijn met wat wij ook hadden gezegd. Namelijk dat het VN-vrouwenverdrag zegt dat mannen en vrouwen niet gediscrimineerd mogen worden. En dat de staat dus moet optreden. De SGP sluit vrouwen uit van het passief kiesrecht. Dus het is nu aan de staat om op te treden. Ja, daar zijn wij gewoon tevreden over. Een kleine partij die dit soort standpunten erop nahoudt vanuit hun geloofsovertuiging. Moet daar zoveel heisa over gemaakt worden? Nou, zoveel heisa. Ik bedoel, wij zeggen gewoon dat de wet moet worden nageleefd. De SGP mag best reactionaire standpunten hebben. De SGP, dat zei de Hoge Raad ook, mag ook best vinden dat mannen en vrouwen wel gediscrimineerd mogen worden. Maar zolang de Nederlandse wet geldt, moeten zij zich ook aan de Nederlandse wet houden. Dus het verschil is dat bij de vrijheid van godsdienst wil zeggen dat zij ook dat standpunt mogen uitdragen. Maar tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat zij zich niet hoeven te houden aan de Nederlandse wet. Blij met de uitspraak. Heel erg blij met vandaag de een feestje bouwen. Nou, een kleintje.